Nou, het zijn terechte zorgen. Het raakt een groot deel van de mensen in ons land. Iedereen die weer van gascontract heeft moeten veranderen of energieleverancier ziet een enorm verschil. En zeker de mensen die het al moeilijk hadden, die denken, kan ik nog rondkomen? Wij zullen natuurlijk de hele tijd blijven kijken of het echt mensen door deze moeilijke fase en door de winter heen helpt. Heel veel. Er is een ongekend koopkrachtpakket neergelegd. 18,5 miljard. Maar in de beleving van mensen is het vaak nog niet genoeg, omdat de toekomst, korte termijn toekomst, zo onzeker is. Dus men is bang, maakt zich zorgen. Het Prinsjesdag pakket aan koopkrachtmaatregelen is historisch groot. En we hebben natuurlijk een aantal andere keuzes gemaakt, zoals het verhogen van het wettelijk minimumloon. We belasten arbeid minder. Dus we doen een heel aantal dingen, korte termijn en zaken die ook op langere termijn doorwerken, die ervoor moeten zorgen dat mensen er ook weer op vooruit kunnen gaan. Maar op korte termijn is het wel zo dat we nog steeds allemaal geraakt worden door de enorme hoge inflatie. Zorgen begrijp ik helemaal, maar er wordt keihard aan gewerkt door iedereen. Ik had geen enkele verwachting. Het is heel moeilijk, want elk ministerschap, ook buitenlandse zaken of buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking, iets doen is anders dan er naar kijken vanaf de buitenkant. En ik vind financiën ontzettend interessant en leuk om te doen. Buitenlandse zaken was altijd mijn eerste liefde, niet als functie, maar als werkterrein. Ik heb natuurlijk ook 30 jaar van mijn leven in en aan besteed. Maar financiën was mijn eerste keuze. Het is ontzettend belangrijk. Je denkt en kijkt over alle terreinen mee. En dat is ook heel belangrijk voor D66. Dus het is verantwoordelijk werk. Het is spannend. En ook relevant. Nou, ik mis het vaak sparren met Rob, omdat we gewoon natuurlijk allebei hartstikke drukke professionele levens hebben. Financiën, EZK, maar ik spreek hem heel veel. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het opgerichte klimaatfonds waar we mee bezig zijn, zitten er heel veel raakvlakken. En ik spreek hem heel vaak, maar op een andere manier. En ik ben natuurlijk heel blij dat Jan fractievoorzitter is geworden. Ik val niet in een diep gat. Nee, het wordt steeds lastiger. Ze weten het gelukkig zelf niet. Maar ze vragen zich misschien soms wel af waarom zoveel mensen in het bos zeggen, hey, Marjo Goldie. Dat is wel heel leuk. Ik ging wat sporten. Vaak wat lezen. Eerst heb ik nog die hele zware tas natuurlijk af te maken. Dat hebben al mijn collega's. Dat zal ik nooit missen trouwens. En ik ga een beetje Netflix. Ik heb een hele stapel boeken op mijn nachtkastje liggen. Maar soms wint de luiere geest in mij. Dan denk ik van, nou, ik ga even lekker ontspannen. Ik kijk een filmpje. Nou, ik ben even weer aan het proberen mijn Arabisch een beetje bij te trekken. Dus ik heb een paar Libanese series bekeken. Dat weet ik niet. Dat hangt van de dag af. Het hangt van de week af. Ik denk dat het heel menselijk is om van tijd tot tijd erbij stil te staan of de prijs die je betaalt voor dit soort functies, of dat nog in relatie staat tot de inzet die je levert, wat het doet met je gezin. Maar het glas is altijd half vol. En we gaan nu in Nederland, net zoals elders in Europa en de wereld, we gaan door een hele moeilijke fase. Het is ook ongekend op vele manieren. We moeten zaken nu op orde krijgen voor de mensen in het land, maar we moeten dat nooit doen ten koste van de toekomst. En dat is klimaatverandering aanpakken, stikstofproblematiek aanpakken, onderwijs echt kwalitatief weer op kunnen krikken, nog sterker maken, verbeteren, de banen van de toekomst, daaraan te denken. Over de breedte is er een hele integrale benadering van veel van de grote uitdagingen met oplossingen. En daar staan wij als D66 zeker voor bekend.